Goedendag kijkers. Afgelopen vrijdag hebben we als samenleving mogen ervaren hoe een vreedzame protest uit de hand is gelopen. We zijn allemaal getuigen van de vernielingen die zijn toegebracht aan gebouwen en bedrijven. Ook hebben we gezien de plunderingen in de binnenstad van Paramaribo, maar ook in andere delen van Paramaribo. En vrijdag al is de overheid gekomen met verschillende veiligheidsmaatregelen om de rust terug te brengen in de samenleving. Daags daarna kunnen we nog steeds zeggen dat het gebeuren een impact op een ieder heeft gehad. Hierover praten we vandaag met socioloog Kirti Algu. Mevrouw Algu, welkom en bedankt dat u tijd heeft vrijgemaakt voor ons, ondanks dat u in het buitenland bent. Ik zal gelijk met de deur in huis vallen. Hoe zou u het gebeuren als socioloog van afgelopen vrijdag beschrijven? Nou, het is ongebruikelijk. Er zijn een aantal begrippen om dit te labelen. Ik ben niet iemand van labelen, maar het is afwijkend gedrag. In sociale termen, het is deviant gedrag. In statistische termen, het is een outlier. We zijn het gewoon niet gewend. Het is geen normale situatie. En we hebben dus uit de media dat ook goed kunnen vernemen. Verschillende groepen hebben hun afkeuring uitgesproken over het gebeuren. Wat ik echter mis, is dus een evenwichtige discussie over de hele aanloop, maar niet alleen in termen van vingerwijzen, maar ook in termen van wat gaan wij nu als samenleving gebalanceerd samen doen om dit probleem aan te pakken, maar ook te voorkomen. Wij leven niet geïsoleerd. En ik heb het een paar keer op een aantal fora gezegd, social media is een gevaarlijk instrument. We zeggen dus dat het wordt ingezet voor democratie, maar qua design niet erg bevorderlijk voor de beleving. Hier en daar zijn er instrumenten om de publieke opinie scheef te beïnvloeden, verkeerd te beïnvloeden. En het is geen wonder dat vanaf social media wordt ingezet als instrument om vlak te creëren, om publieke opinie te beïnvloeden. En vele landen eigenlijk te kampen hebben met polarisatie, met excessen. En dat gebeurt alle aarde. In die hele wetenschappelijke discussie zie ik vaker personen, geluiden over hoe om te gaan met wat ze noemen dus met e-democratie. Dus democratie in die virtuele wereld. En wij als Suriname moeten goed nadenken over die nieuwe effecten. Maar goed, daarover meer. Oké, mevrouw Algu. Als u dus, ja, ik denk dat u het gebeuren heeft gevolgd van waaruit u bent. Maar hoe zou u, dat is niet de vraag. Wat zou de mogelijke aanleiding kunnen zijn voor de uitspattingen van afgelopen vrijdag? Oké, dus ik heb voor mezelf een kleine listing gemaakt van degenen die hebben bijgedragen. Het is niet schrijven aan alleen één ding, want vaak genoeg zeggen we van ja, het heeft te maken met het beleid, het heeft te maken met een bepaalde groep, het heeft te maken met ghetto-gedrag. Wij als samenleving bepalen eigenlijk waar de grens is. Wij produceren, wij brengen goede burgers, goede bestuurders voor, maar ook de andere groep dus die het niet goed doet. En het is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om die groep te identificeren en ervoor te zorgen dat randvoorwaarden in place zijn, dat iedereen zich veilig geborgen. Ik heb gemaakt tussen dus vier achtergronden, dus de economische achtergrond, daarover is al heel veel gezegd. Die economische achtergrond zie je dus ook wel dat die afstand tussen de have-nots, dus de mensen die geld hebben, die kapitaal hebben, willen hebben, die groep groeit. En de groep die het niet heeft, die het niet breed heeft, die wordt gewoon armer. Ik erger me heel erg aan de overheid, die om de een of andere manier maar niet erin slaagt om het geld te halen bij goud en de goudsector. Het is al een paar keer geroepen. En we zien dus dat de overheid er maar niet in slaagt om dat probleem aan te pakken. Je gaat het moeten doen. Je heilige huisjes moet trappen. Wil je maar een kans geven om uit deze
raken. Maar goed, dus het economische verhaal. En het economische verhaal zie je dus ook dat er in die, ja, mensen zijn nu bezig te survive. En die survival drang, dat er meer opwarming die tussen de mensen die en de organisaties die in principe de jonge generatie leiden in een stukje moraliteit. Voor die organisaties hebben het al heel erg moeilijk. Wat krijg je dat eigenlijk onze instituten, organisaties, die moeten zorgen voor voeding? Leggen we goed niet voor, moet je oppassen. Wat moet je absoluut niet doen? Hoe ga je om met het? Dus dat het steeds minder wordt. En dat is een hele lastige situatie. Door we grijpen om deze context. Niet te vergeten, er is een tweede factor, dat is dus de politiek. Daar zien we dus dat eigenlijk die morele vorming al zoek is. En ik ben bang dat het steeds grotere vormen aanneemt. Ik heb steeds dat de afstand, zeg maar, het empathisch vermoeden van de politiek wordt. Je kan niet vanuit een ivoren toren een aantal maatregelen. En hoe goed bedoeld die ook zijn. De manier hoe je het overbrengt. Het is je body language. Het is de taal die je spreekt. Alles draagt ertoe bij dat de massa een totaal andere reactie en een totaal andere krijgt van die samenleving. Dus dat is de tweede factor. Het derde factor is COVID. We hebben tijdens COVID een hele grote achteruitgang, een hele grote setback gekregen. En we struggelen nog steeds met de naweeën. Eén daarvan is het onderwijs. De minister van Onderwijs, Marie Leevens, heeft een paar keren geroepen dat er duizenden drop-outs zijn. Ik heb een sportachtergrond. Ik zie dat ook in de sportclub. Een heleboel pupillen. Die gewoon niet meer. Die zijn in de aard gerold. En die zitten ook op het niveau van je moest met money. Ze moeten bijdragen aan de huishouding. Wat krijg je dan met die generatie? Wat is een jong? Wat doen ze? Wat is hun beeld? We weten het niet. Het zijn onze kinderen. Het zijn onze burgers. Dus ik zie daar een vierde. Dat is dus die sociale media. We hebben een hele groep van Surinamers op sociale media. En zoals ik aan het begin zei, ik vind sociale media een steeds gevaarlijk instrument worden in de hele democratiebeleving. Sociale media kent een aantal technische elementen waardoor wat je ziet op je newsfeed wordt bepaald door hoe jij een aantal pagina's klikt. En dat hoeft niet altijd evenwichtig te zijn. Je wordt gewoon gevoed met informatie die jij dan vindt. Wat ik in de markt heb gezien is, als je mensen wilt, als je een bevolking wilt beïnvloeden, dan doe je dat niet 1, 2, 3, een militair apparaat, dan doe je dat niet met politie. Dat doe je door spelen met de mind van de mensen. Bedoel van hun denken. En we hebben op social media een aantal personen en organisaties die gehuurd worden, die ingezet worden om de publieke opinie te beïnvloeden. Bedenk daarbij dus dat wij een bevolking hebben die onvoldoende is uitgerust met kritisch denken vermogen, met onderscheiden van is dit nieuws wel goed, is dat niet goed. Dus je gaat heel gemakkelijk mee in populistische praatjes. En het gevaarlijkste wat ik vind, dus etnische vooroordelen, elkaar onderuit halen zonder even rustig na te denken van klopt dit wel? Is dit het volledige plaatje? Dus ik maak gewoon een onderscheid tussen vier factoren, zullen wel meerdere zijn hoor.
economie, politiek, profit en sociale economie die bijdragen aan het hele gebeuren. En zie dit eigenlijk ook in een historische context. Wij hebben als land heel weinig geïnvesteerd in duurzame instituten, in duurzaam beleid. Iedere regering die komt, maakt er iets van naar eigen inzichten. We zijn niet voor een stukje continuïteit. En we vergeten dat wij bijdragen aan de generatie die na ons volgen. Wij zijn eigenlijk de toekomstige voorouders. Die moeten zorgen voor een stukje van onze samen. En we vergeten die verantwoordelijkheid op allerlei niveaus. Ja, mevrouw Algo. Dus er zijn verschillende redenen waarom het zo is gebeurd, zegt u. En als we kijken naar de uitspattingen, ik zal zeggen een groot deel, ja, heel veel mensen waren in de stad, maar ook heel veel mensen hebben het gebeuren via social media bekeken. Als we kijken hoe de mensen daarna hebben gereageerd en zich gedragen in de samenleving, kunnen we stellen dat er sprake is van een trauma? Ik weet niet of dat een trauma is in strikt psychologische taal. Maar wat ik wel kan zeggen is dat het een shock effect teweeg heeft gebracht. Je ziet dat ook in de reacties op het gebeuren. De individuele reacties, maar ook de organisatie. Bij DSB van de Hermitage Molly bijvoorbeeld gesteld, ze haar deuren gesloten houdt en dat er allerlei andere actieve diensten zijn om de klanten tegemoet te komen. Je ziet dus dat er andere soorten veiligheidsmaatregelen worden getroffen door ondernemers, hun fysieke veiliging is nadrukkelijk versterkt, er zijn drones ingezet. En natuurlijk die hele ventilatie van allerlei kleine ondernemers, de middengrote, allerlei deskundige organisaties. Gelukkig zie ik dus dat, zeker gisteren, dus toen ik mijn eigen pagina checkte en een paar andere bewuste pagina's opzocht, zag ik dus dat er een stukje geleidelijk een stukje rust komt in de reactie. En dat men zegt, maar wacht even. Dit is niet goed, maar we moeten oppassen met dus nodeloos afgeven op elkaar. En ik heb etnische aspect bewust in mijn reactie, omdat ik dus het een hele gevaarvoelige snaar vind. Ik heb als er bewust maatregelen worden getroffen, van waaruit, welke hoek, want dat zou speculatief zijn. Maar search naar de rol van via Facebook-pagina's heeft uitgewezen dus dat bepaalde pagina's bewust eigenlijk de etnische snaar bespelen voor politiek gewin. En dat mensen dus het gewoon klakkeloos volgen. Dus het kuddegedrag op Facebook. Wij moeten echt heel voorzichtig zijn. Ik ben op dit moment in Guyana en het is triest. Toen ik bijna 10 jaar geleden hier onderzoek deed, was het resultaat dat bij elke verkiezingen het behoorlijk grimmig aan toe gaat. En we waren niet zo lang geleden bij de Surinaamse ambassadeur in Guyana en die beaamde het ook. Die zei van, je wilt gewoon niet op de dag van de verkiezingen op straat zijn. Dus dat hebben. Willen we echt die ambitie om onze etnische diversiteit op zo'n vervelende manier te benaderen. Puur omdat we politiek het oneens zijn of andere belangen nastreven. Ik heb nog nooit in mijn hele carrière zo'n scherpe periode gehad van etnische tegenstellingen. Dus ik wil dat benadrukken en ik hoop dus dat het shock-effect eigenlijk goed gebalanceerd wordt. Goed wordt door allerlei groepen die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben. En we hebben troeven in handen. Onze belangrijkste troef is onze opinievorming, is onze mening. Hoe delen we onze mening? Dat is onze belangrijkste troef. En als na al dit wat gebeurd is sinds vrijdag, wat denkt u dat de samenleving nu nodig heeft?
we op de eerste individueel moeten erkennen dat er een hele grote economische, sociaal-economische kloof, een gap aan het groeien is. We erkennen dat er een groter probleem is. En dat ga je niet alleen kunnen oplossen door simpelweg allerlei militaire en veiligheidsmaatregelen te treffen. Dat werkt gewoon niet zo. Ik vind wel dat je correct moet optreden, want we moeten geen situatie krijgen à la Haiti, waarbij dus allerlei groepen die het oneens zijn, een wapen in de hand nemen en zeggen van oké, en nu zal ik het anders aanpakken. Nee, we zijn, je moet niet in een chaos terechtkomen. Orde en rust zijn belangrijk. Dus één is erkennen, twee is corrigeren. En corrigeren kan op een aantal niveaus. De overheid, en ik zie vooral dus dat de politiek vooral zich gaat richten op veiligheid. En hier en daar hoor je politici zeggen van ja, maar in onze tijd, ook maatschappelijke groepen hoor. Ja, in onze tijd hadden we het ook moeilijk, maar we hebben nooit dit gedaan. En watch out. Pas op met dat soort opmerkingen, want jouw ervaring komt uit een andere context. De uitdagingen van die tijd waren anders. De vooruitzichten waren anders. De opvoeding was anders. Nu zitten we in een andere tijd. Als je in een bepaalde verantwoordelijke positie bent, wees voorzichtig met wat je zegt. Dus als je wil corrigeren, corrigeer zodanig dat het aansluit bij de belevingswereld van die groep. Die zich schuldig heeft gemaakt, maar ook van de groep die meeleeft met de groep die zich schuldig heeft gemaakt. Corrigerend optreden en proberen om dus bindend op te treden. Een escalatie, ik vergelijk het vaak met een huis. Wanneer je huis in de fik staat, ga je niet wachten totdat de brandweer gaat komen. Ja, op dit moment is er in Suriname iets voorgevallen. Iedereen struikelt erover, iedereen keurt het af. Vele groepen begrijpen het ook, zeggen van ja, maar het komt niet zomaar, het is niet uit de lucht gevallen. Maar je gaat actie moeten ondernemen. Je gaat gelijk blussen. En blussen betekent dus dat je de krachten, dat je de gelederen gaat moeten sluiten. Of je nou ruzie hebt met je broer, met je moeder, met je vader, met je vader, interesseert niet. Je gaat direct in actie moeten komen. En ik denk dus dat die bindende kracht ook tot uiting moet komen. Verschillende sociaal-culturele groepen, religieuze groepen, sportgroepen, die kunnen bindend werken. En de politiek moet ook vormen. Dat kan dus vooral door transparanter werk te gaan. Door to walk the talk. Ik kan het niet voldoende benadrukken door continu te roepen, er is licht in de tunnel. Frustreer je delen van de gemeenschap, want dat is er niet. Het zet verschrikkelijk veel, het doet verschrikkelijk veel irritaties op bij groepen. Niet alleen bij dus de onderlaag, maar ook bij andere sociaal-economische lagen roept het heel veel irritaties op. Roep geen dingen die je nog niet kan waarmaken. We gaan allemaal door hele turbulente fase. Dus wees transparant, zeg ook waar de problemen zijn, maar ga niet beloven. Dus transparantie, bindend zijn, erkennen dat er een probleem is en ook corrigeren. Vanuit dus de autoriteiten, behalve transparantie, zijn er nog andere zaken die de regering of ja, de autoriteiten moeten doen om met deze situatie goed om te kunnen gaan? Ik denk dus dat wij altijd de kans hebben om echt maar een mooie koers op te gaan. En deze escalatie laat ook zien dat wij eigenlijk het plaatje kunnen veranderen. Maar dat betekent dus dat wij die rust moeten behouden. En zoals ik het zei, transparant bezig moeten zijn. En moeten leren luisteren naar elkaar. Vaak genoeg zijn de ingrediënten om een land te besturen simpeler, eenvoudiger van geest, als we maar bereid zijn om die complexiteit en dat belangenspel en dat ja, zogenaamde politieke realiteit waarmee allerlei andere machtige groepen zich bezighouden, gewoon aan de kant te schuiven. Dus ja, nogmaals, ik vergelijk het met een huis hoor. Als een huis in de fik is en er is een sloot voor je met water,
En je buurman, die rijke buurman, beheert die sloot. Ga je wachten totdat die rijke buurman je toestemming geeft om water uit die sloot te halen? En je gaat direct beginnen. Dus je gaat heilige huisjes moeten intrappen. Ja, en als we kijken naar dus de vernielingen en plunderingen die zijn aangericht, dan zien we dat het vooral gaat om jongeren. En er is heel veel daarover gezegd, maar als socioloog kunnen we de vraag aan u stellen: wat is er gaande met deze generatie? Ja, ik zei het ook al eerder, we hebben een set aan uitdagingen als klein Suriname. Met een gevoelige economie, met de grip, met de effecten van die hele wereldpolitiek, die jugu-jugu van social media. En we moeten niet onderschatten dus de rol van COVID. We hebben een heel hoog aantal drop-outs. En ik... We hebben niet zo lang geleden een aantal afgestudeerden gehad die onderzoek hebben gedaan naar wat ze noemen hangjongeren. En die studies laten zien dat het allemaal jongens zijn met totaal andere normen en waarden. Hun rolmodellen zijn anders, hun motieven zijn anders. Je hoort me niet zeggen dat je dat allemaal moet goed praten, maar je moet het begrijpen, wil je het oplossen. Wat we nu meemaken is dus dat we een absolute onderlaag hebben die groeit, die troebel wordt, die een totaal ander normen- en waardepatroon kent. De vicepresident noemt dat de ghetto youth. Ik zie dat als een serieuze uitdaging voor onze gemeenschap. En nogmaals, het stigmatiseren, etnisch stigmatiseren, gaat niet helpen. We moeten voorkomen dus dat... Ze groter worden, we moeten ervoor komen om te voorkomen dat ze een serieus probleem gaan vormen in onze gemeenschap. Tegelijkertijd sympathiseer ik ook met de groep die heel erg gebukt is gegaan, die een enorme schade heeft geleden. En als je niet in de schoenen staat van degene die eigenlijk die schade heeft geleden, dan is het moeilijk om een uitspraak over te doen. But we must not lose the bigger picture. Dus onze jeugd, ik koppel het aan dus die sociale-economische omstandigheden, die COVID, die perspectieven. Het is gewoon allemaal veel minder. En de manipulatie via social media. Zo, er zijn veel meer dingen die gaande zijn. Ja, en u heeft daarnet mooi gezegd, deze jongeren hebben andere normen en waarden. En we moeten het niet goed praten, maar we moeten het wel begrijpen. Dus kunnen we de vraag stellen, weet de samenleving in voldoende mate wat er speelt in wat de vicepresident zegt met de ghetto youth? Weten we in voldoende mate wat er gebeurt of wat er speelt bij deze ghetto youth? Ik ben bang van niet. Ik vrees dat op dit moment de groepen verschrikkelijk tegenover elkaar staan. En dat men dus wel beseft dat iedereen inlevert. En inleveren doet pijn, doet heel veel pijn. Het legt een enorme druk op jouw inlevingsvermogen, op jouw begrip voor anderen die aan de absolute onderlaag zijn. En wanneer je dus zeg maar slachtoffer wordt van vandalisme of van beroving door iemand uit deze absolute onderlaag, dan ben je gauw geneigd om te veroordelen in plaats van te helpen. Het is human nature. Daarom verwacht ik niet dat er vanuit die samenleving op korte termijn heel veel begrip zal komen voor die absolute onderlaag. Het is, want naar mijn mening, hebben we een formule nodig waarbij die organisaties die zich bezighouden met deze groep, maar vooral dus die autoriteiten die transparant bezig moeten zijn, die walk the talk moeten toepassen, die moeten vooral inkomen. Je kan niet in een moeilijke tijd enorm veel begrip gaan verwachten van ondernemers, van andere groepen die al heel veel moeite hebben om het hoofd boven water te houden, om te surviven, om anderen in dienst te houden. Dat ze ook nog gaan zeggen van ja, ik begrijp wat er met die onderlaag gebeurt. Ze hebben die rek niet in hun begrip, in hun
Maar toch nog moeten we blijven proberen om, dus, om dat begrip te koesteren en maatregelen te treffen dat het zich niet meer herhaalt. En u heeft daarnet ook gesproken over dus de bedrijven, ondernemers die slachtoffers zijn geworden. We zien bijvoorbeeld dat Times Mall helemaal leeg is geplunderd. En we weten allemaal dat er een heleboel Surinamers daar werkzaam zijn. Wat betekent het voor die mensen die daar werkzaam waren en nu eigenlijk thuis zijn en niet verzekerd zijn van een hoe verder eigenlijk? Ja, is een enorme klap. Ik kan me dat onvoldoende voorstellen. Ik zeg het al, er is altijd een gap tussen begrip en gevoel. En ik kan me moeilijk voorstellen welke pijnen, welke frustraties ze nu doorstaan. Maar ik kan wel enigszins een beetje begrip opbrengen. Het is geen makkelijke situatie. Wat er ook gebeurt, ik krijg het in de vaak genoeg in de sport. Wanneer je een vat met water hebt en je laat iets vallen in zo'n vat, dan zie je een aantal ribbels. Die naweeën komen voort uit, zeg maar, het object dat gevallen is in het water. Dit gebeuren van afgelopen vrijdag leert ons dat we zo met elkaar verbonden zijn. Je kan niet gaan zeggen van het is een solo actie of ik doe maar wat en iedereen bekijkt het. We zijn met elkaar verbonden. En die pijn die we allemaal meemaken, die frustratie, die angst, die wirwar van allerlei gedachten, die verwarring, zijn allemaal onderdeel van dat gebeuren. Dus ik hoop dat wij met dit geheel voor een klein beetje beseffen hoe verbonden we met elkaar zijn. Als de politiek denkt, en zeker de overheid denkt, dat met een aantal maatregelen ze die hele situatie overzien, dan lopen we gigantische, dan maken we gigantische fouten. Want we zijn verbonden met elkaar. En het is die kracht van verbinding, daarom noemde ik het eerder ook, we have to connect. Als we niet kunnen verbinden, dan lopen we het risico dat wij nog grotere escalaties krijgen in de toekomst. En iets wat we absoluut ons niet kunnen permitteren, is dus escalaties op interethnisch vlak. Dat moeten we absoluut proberen te voorkomen, omdat wij dus op een hele relatieve manier, makkelijke manier, een veerkracht hebben ontwikkeld in die gemeenschap. Dat we zo 1, 2, 3 niet hoeven uit te geven. Als het eenmaal stuk gaat, offeren we de kansen van een aantal, misschien voor alle generaties die na ons volgen, op. Dat is het risico. Dat moeten we niet willen nemen. We zijn veel te kwetsbaar. Onze resources zijn veel te klein. En steeds meer mensen trekken weg. Steeds meer mensen die in staat zijn om veerkracht te bieden, die trekken weg. Dus laten we doen wat nodig is om de rust te behouden. Maar ook de politiek en de regering en de regeerders aan te spreken op wat ze gewoon absoluut missen in de dialoog met de groep. Ja, eigenlijk heeft u daarmee ook mijn andere vragen beantwoord, mevrouw Algu. Maar ik zou nog vragen als u, want u heeft gesproken over de rol die wij als samenleving zelf hebben. En u heeft aandacht besteed aan de overheid en mensen die mogelijk kunnen wegtrekken. Maar er is nog steeds een groep die nergens naartoe kan. Dus heeft u misschien een boodschap naar die mensen? Ja, ik heb een hele eenvoudige boodschap. Jij bent jouw eigen piloot van het leven. Jij geeft richting. En die richting begint al hier. Begint in de rust in je hart. Begint in de bewegingsvrijheid die je hebt. En er zijn een aantal dingen die wij onder controle hebben. Dat is hoe wij denken over elkaar. Hoe wij onze culturele kracht, onze religieuze kracht, onze kracht uit de vorming van allerlei organisaties waarin wij zitten, om dat te benutten. Laten we dat benutten om door deze turbulente fase heen te komen. En laten wij dus niet
onze kracht om Suriname vorm te geven, volledig overdragen aan de politiek. De politiek staat ten dienst van ons. Niet omgekeerd. Dank u wel, mevrouw Algo, voor uw tijd. Kijkers, hiermee zijn we aan het einde gekomen van dit interview. Ik bedank u en tot de volgende keer. Goedemorgen. Wij vrouwen die nu hier zitten, behoren tot een gelukkige generatie. Wij worden niet meer verondersteld te trouwen en na het huwelijk de positie in te nemen. We hoeven niet meer de bijstand en medewerking van onze echtgenoot te vragen wanneer wij een overeenkomst die ons persoonlijk aangaat willen sluiten. De vrouwen die voor 16 april 1981 getrouwd waren, konden er bijvoorbeeld niet van dromen om onderwijs te volgen als hun echtgenoot hun daartoe geen toestemming had gegeven. Ik ben de eerste vrouwelijke hoogleraar van de oudste faculteit van onze universiteit, de faculteit der juridische wetenschappen. Mijn aanstelling aan de universiteit als docent, het doen van het promotieonderzoek en de daaropvolgende aanstelling als lector en later als hoogleraar, konden zonder een toestemmingsbriefje van mijn echtgenoot plaatsvinden. Gelukkig. Hoe anders zou de ontwikkeling van afgestudeerde vrouwen op onze universiteit eruit hebben gezien als de handelingsonbekwaamheid van de gehuwde vrouw in 1981 niet was opgeheven. Op onze universiteit was in het collegejaar 2014-2015 de man-vrouw verhouding voor wat betreft het aantal afgestudeerden nog ongeveer 1:1. In het collegejaar 2019-2020 was deze verhouding toegenomen naar 1:2. In het collegejaar 2020-2021 was 1 op de 3 afgestudeerden een vrouw. Gemiddeld 3 maal meer afgestudeerde vrouwen dan mannen aan onze hoogste onderwijsinstelling betekent dat we een nieuw tijdperk in onze geschiedenis zijn ingeslagen. Als deze trend zich voortzet, moeten vroeg of laat de vrouwen ook meer plaatsen innemen in beleidsbepalende posities. Het is geen vraag meer of de vrouwen die posities zullen innemen. The next era of women's leadership has come. Op internationaal vlak is deze omslag waarbij vrouwen een voorname positie in de wetenschap innemen, erkend doordat de United Nations General Assembly vanaf 2015, 11 februari, heeft uitgeroepen tot de International Day of Women and Girls in Science. Nu we in het nieuwe tijdperk van vrouwelijk leiderschap terechtgekomen zijn, moeten een aantal vragen beantwoord worden. Bijvoorbeeld, hoe snel moeten vrouwen een deel van de beleidsbepalende posities van de mannen overnemen? Moet een genderquota ingesteld worden om dit proces te versnellen? Met het instellen van genderquota kan de snelheid van de gedeeltelijke overname door vrouwen enigszins gereguleerd worden. Ik heb het over gedeeltelijke overname omdat ik er persoonlijk geen voorstander van ben dat de vrouwen de mannen in welke positie dan ook moeten overheersen. Mijns inziens zouden de posities met de afwijking van maximaal 10%, de gebruikelijke maximale foutmarge bij onderzoek, gelijkelijk verdeeld moeten worden. Wat is de status quo van de gendergelijkheid op dit moment in Suriname? De duurzame ontwikkelingsdoelen, ook wel genoemd de Sustainable Development Goals, de SDGs,
zijn het leidende mondiale kader voor duurzame ontwikkeling tot het jaar 2030. Ook Suriname heeft zich verbonden aan het behalen van die doelen in 2030. SDG nummer 5 geeft aan dat gewerkt moet worden naar een gelijke behandeling van en een gelijkwaardige positie voor mannen en vrouwen in de samenleving. Zowel de overheid als de private sector hebben zich gecommitteerd aan deze doelen. Echter, zonder controlemechanismen voor dit streven in te stellen. In de publieke sector bekijken we de verhouding man-vrouw bij de drie machten. De wetgevende macht, de uitvoerende en de rechterlijke macht. In de wetgevende macht zijn 15 van de 51 assembleeleden van het vrouwelijk geslacht. Dat wil zeggen dat de verhouding man-vrouw ongeveer 3,4 staat tot 1 is. In de uitvoerende macht zijn 5 van de 17 bewindslieden vrouw. De man-vrouw verhouding is daar ook ongeveer 3,4 staat tot 1. Een vrouwelijke president of vicepresident hebben wij in Suriname nog steeds niet gehad. De rechterlijke macht telt op dit moment 29 rechters, van wie 16 vrouwen en 13 mannen. Daar is de man-vrouw verhouding 1 staat tot 1,2. Alleen bij de rechterlijke macht hebben we iets meer vrouwen dan mannen. Uit de laatste genderstatistieken van het Algemeen Bureau voor de Statistiek blijkt dat in Paramaribo en Wanica de verhouding man-vrouw in leidinggevende posities in de private sector ongeveer 1,6 staat tot 1 was. Deze cijfers uit de publieke en private sector neigen ertoe om genderquota in te stellen om het punt van gender equity in leidinggevende posities snel te bereiken. Of de vrouwenquota vastgesteld moeten worden of niet, het ontwikkelingsniveau van de Surinaamse vrouw staat haar niet in de weg om de leiderschapsposities in te nemen. Wat belemmert de vrouwen dan nog? Hoewel in Europa en Suriname meer vrouwen dan mannen afstuderen van de universiteit, ervaren de vrouwen nog altijd meer moeilijkheden om leiderschapsrollen te bemachtigen en te behouden dan hun vrouwelijke collega's, dan hun mannelijke collega's. Een recent voorbeeld is de laatste Britse vrouwelijke premier die na 45 dagen opstapte. Een van de vele mogelijke oorzaken die door wetenschappelijk onderzoek hiervoor is geopperd, is het verschil in netwerkstructuren en gedragingen die vrouwen en mannen hebben. Netwerken is een belangrijk instrument voor leiders om aan de macht te komen en te blijven. Eerder onderzoek heeft echter aangetoond dat vrouwen vaak worden uitgesloten van dergelijke, vaak mannelijke netwerken en dat zij dit als hun grootste obstakels binnen organisaties zien. Vrouwen zijn zich echter ook steeds bewuster geworden van het belang van netwerken voor hun loopbaan en ze vertonen net als mannen actief netwerkgedrag om hun positie te verbeteren. Toch heeft hun netwerkstrategie en gedrag vaak een andere invulling dan die van mannen. Onderzoek laat zien dat mannelijke leiders meer gebruik maken van strategisch persoonlijke en gezaghebbende netwerkstijlen, zoals bijvoorbeeld een dier persoonlijker maken, terwijl vrouwen meer gebruik maken van coöperatieve en attente netwerkstijlen. Zoals bijvoorbeeld steun, advies en feedback vragen en geven. Waarom gebruiken de vrouwen dan niet dezelfde effectieve netwerkstijlen als mannen? Door de stereotyperingen die wij hebben, verwachten we andere dingen van mannen en vrouwen. Eerder onderzoek liet bijvoorbeeld zien dat proefpersonen die een stuk lazen over praatgrage vrouwelijke leiders, deze veel slechter beoordeelden
dan mannelijke leiders die hetzelfde gedrag vertoonden. Behalve de stereotypes die we hebben, is er volgens de onderzoekers nog een andere grote belemmering voor vrouwen. We selecteren leiders niet echt op basis van hun daadwerkelijk potentieel, talent of kenniscompetentie. De leiders in de top worden gekozen vanwege privileges of vanwege andere competenties die niet te maken hebben met het kennisniveau. Uit de bevindingen van het Amerikaans onderzoeksinstituut Deloitte blijkt dat ervoor gekozen wordt de status quo te bestendigen die ten goede komt aan degenen die de leiding reeds hebben. Dit onderzoek gaf aan dat er significante verschillen op drie persoonlijkheidskenmerken zijn tussen mannelijke en vrouwelijke leiders. De eerste is nieuwsgierigheid. Mannen scoorden 16% hoger, wat de onderzoekers toeschrijven aan verschillende mogelijke redenen, waaronder culturele attitudes en praktijken. In sommige landen zijn vrouwen opgegroeid in een omgeving die een stille vrouw meer waardeert dan een nieuwsgierige. Tweede is impulsiviteit. Mannen scoorden 11% hoger dan vrouwen op deze eigenschap. Volgens recent onderzoek van de Harvard Business School gedragen vrouwen zich voorzichtiger. De onderzoekers stellen dat vrouwen worden aangemoedigd om pas door te gaan als ze er zeker van zijn dat ze iets perfect kunnen. Perfectie is echter moeilijk te bereiken. En de derde is de interpersoonlijke gevoeligheid. Hoewel mannen en vrouwen gelijkwaardig scoren als hun IQ of emotioneel quotient gemeten wordt, scoren vrouwen gemiddeld hoger op bewustzijn van emoties, empathie en intermenselijk contact. Dit is het persoonlijkheidskenmerk waarbij vrouwen 13% hogere cijfers behaalden. En het is een voordeel, vooral wanneer leidersposities bekleden die afhankelijk zijn van hun gedrag en interacties met anderen. Vrouwen zijn over het algemeen empathischer dan mannen, maar het ontbreekt hen aan mentoren die hen kunnen vormen tot goede leiders. Bijna 2/3 van de vrouwen heeft nooit een formele mentor gehad. Zelfs 1 goede mentor betekent dat de kans groter is dat ze de organisatorische ladder beklimmen, wordt door de onderzoekers gesteld. Ik vind dat wij, mannen en vrouwen, meer tijd moeten besteden aan het kiezen van leiders op grond van de competenties die er werkelijk toedoen. De incompetente mannen zullen achterop raken en de competente vrouwen zullen zo op de juiste plaats komen.